Wat is up, dames en heren? Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag gaan we retro gamen. Nee, alle gekheid op een stokje. Geen retro, maar wel op de last gen PS4. En dat voelt inmiddels alweer een klein beetje retro wanneer ik het uit de doos moet halen en weer afstoffen en aansluiten. Maar dat is omdat we een VR game gaan spelen. Op de PlayStation VR Doom 3. Die is deze week uitgekomen. Ik ben reus benieuwd naar deze titel. Doom is natuurlijk een fenomenale franchise. Ik heb alle games gespeeld al zolang ik mij kan heugen. Vroeger nog op kleine diskettes. De shareware versie gespeeld. Nu gaan we aan de slag met de VR Edition. De VR Edition die bestond eigenlijk al best lang. John Carmack heeft deze ooit als een soort van tech demo gebruikt voor zijn Oculus. Maar nu, vele jaren later, heeft Bethesda deze game uitgebracht voor de PlayStation VR. Dus ik ga deze headset opdoen en dan gaan we kijken of het wat is en of het leuk is om te spelen. Want Doom is natuurlijk een gigantische franchise, wat ik al zei. Action-packed, maar Doom 3 deed het net allemaal een tikkeltje anders. We gaan kijken. Ik doe hem op en gaan beginnen. Oké, we zitten hier nu in VR op dit moment. Ik ga hem starten. New game, Doom 3. Dit zijn de twee uitbreidingen die later nog zijn uitgekomen, maar we gaan gewoon de main game spelen. Marine difficulty. The Union Aerospace Corporation is the largest corporate entity in existence. Originally focused on weapon and defense contracts, new ventures have expanded into biological research, space exploration, and other scientific endeavors. With unlimited funds and the ability to engage in research outside of moral and legal obligations, the UAC controls the most advanced technology ever conceived. Incoming transport detected. Mars approach, Dark Star with you, 07063, passing through 38,000. Roger, Dark Star, descend to 2,000, set speed, contact ground on 26972. Roger that, tower. We have them on radar, sir. They'll be landing in a few moments. Whoa, this felt weird. See that Counselor Swan is sent directly to me. Yes, sir. Tower, Dark Star on final. We've got you, Dark Star. You are set for lockdown. Welcome back. It's come to this. I didn't want to come here. He left you no choice. True, but this is the last time. I'm tired of running damage control every time he makes a mess. Right. You're the control, and if that fails, I'm the damage. If that's what it takes, but Kruger is gonna start doing things our way. Whatever you say, Counselor. Whoa, it's weird. Handen die blijven een beetje raar voor je uitzweven. Moet ik meer afstand gaan nemen of zo? Wat is dit? Even hier gaan zitten. Dit is heel weird. Ik moet zeggen, ik heb deze game heel vaak gespeeld. Maar het voelt echt zo compleet anders in virtual reality. Net alsof er een nieuwe dimensie aan is toegevoegd. Dat is natuurlijk ook zo. All new arrivals need to check in at reception. Yeah, let's do it. Ik heb geen smooth scrolling. Welcome to Mars City. Union Aerospace is a premier research facility. To expedite your processing, please proceed directly to reception. Deze handen zijn wel heel weird, man. Ik vind dit niet cool. Ik zou ze liever aan mijn lijf willen zien. Het zal misschien natuurlijk ook met de PlayStation Move controllers te maken hebben. Welcome to Mars, Marine. I'm gonna need you to step on one of those red squares on the floor for a bioscan. This'll only take a second. Okay, let me get this started. Shut it down. You're gonna need to hold still. Moving around only makes the test take longer. All right, bioscan looks good. You're cleared for entry. Okay, let's go. Oh, ik schrok me dood.
Maar er is een reden dat Doom 3 wordt gekozen voor virtual reality. Want Doom 3 is echt compleet anders dan elke andere Doom. Dit is veel meer een horror game dan een shooter game. En dat leent zich natuurlijk uitstekend voor virtual reality. Welcome to Mars. First time? You can just leave your bag there. I'll have it sent up your quarters. Okay, there's a few things we need to take care of first. This is your personal data assistant. You'll need this to access all secure areas. If you get clearance for any security zones, it'll download directly. It's important, so don't lose it. I see here that Sergeant Kelly has requested your immediate attention. Head directly to Marine Command. It's just that way. Follow the signs. Follow the signs. Mars City is a smoke-free facility. Please signs. Smoke only in designated areas. Thank you for your cooperation. I'm here because there seems to be some very serious problems. Oh, really? Do I need to remind you of the groundbreaking work that we're doing here? No, but I've been authorized by the board to look at everything. The board authorized you? The board doesn't know the first thing about science. All they want is something to make them more money, some product. Don't worry, they'll get their product. After how many accidents? Tell me, Dr. Betruger, why are so many workers spooked, complaining, requesting transfers off Mars? They simply can't handle life here. They're exhausted and overworked. If I had a larger, more competent staff and bigger budget, even these few accidents could have been avoided. I'm afraid you'll get nothing more until my report is filed with the board. I will need full access, Dr. Betruger, Delta included. I won't have any difficulties doing that, will I? Only if you get lost, Swan. Just stay out of my way. Amazing things will happen here soon. You just wait. Deze man is sowieso niet te vertrouwen. Let's go. Even kijken. Ik moet zeggen, en ik weet nog niet hoe het eruit ziet op de capture, maar ik blijf me toch echt verbazen over de kwaliteit van de PlayStation VR headset. En niet dat het nou zo'n hoge kwaliteits headset is, maar de kwaliteit die het levert voor de prijs. Volgens mij kan je hem al krijgen voor 200 tot 150 tot 200 euro. Volgens mij was hij laatst bij Black Friday zelfs 100 euro. Nou, er zitten OLED-schermen in, waardoor het contrast echt uitstekend is. En hij gaat natuurlijk ondersteund worden op de PlayStation 5. Dat is natuurlijk ook fijn op de rate, waardoor hij er echt nog jaren en jaren meegaat. We lose one, gain another. No, okay. Ik weet niet waar ik heen moet. Yeah, so those suits arrive too. We moeten straks ergens naar buiten, maar... Attention, Dr. Braddock. Please report to Environment Management Office Core Alpha. Ja, volgens mij zitten we goed. Maar het lopen terwijl je stil zit voelt zo weird, man. That's a demon. Infirmary, daar moeten we niet heen, toch? Kom ik hier niet vandaan? Ik moet gewoon iets beter opletten. Report to Marine Command. Took your sweet time, Marine. Now, here's the situation. Another member of the science team's gone missing. Since you're the ranking FNG, you get to find him. I want you to check out the old decommissioned comm facility. We heard he might be heading that way. The only way there is through the service passage under Mars City. I programmed this sentry to guide you to the maintenance elevator. I hope you follow the sentry better than you've followed orders so far. Pick up some gear at the security check. What a attitude, man. Elevator. Oh, and when you find him, just bring him back. Do not hurt him. Now move out. Follow the sentry bot. Bye-bye. Dan moet hij jou volgen. En ook de resolutie valt reuze mee van de game.
Dat is natuurlijk een heikel punt vaak op de PlayStation 4. Die is eigenlijk UAC gewoon niet krachtig genoeg voor VR. Maar dit is een hele oude game. Dus het valt gelukkig mee. En hij heeft het tand destijds goed doorstaan, kan ik zeggen. Dus game deed echt heel veel met belichting. En heel veel bump mapping, zoals je ziet. Het was echt een technisch hoogstandje in die tijd. En voor velen was de Doom 3, omdat het zo'n departure was van wat men kende. Meer een tech demo dan een volwaardig Doom deel. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Maar ik snap waar ze vandaan komen. Maintenance entrance, ja, hier. Volgens mij gaan we hier naar buiten. Oké, hoe doe ik dit? Nice, zo. Oké, let's go. Oké, hier zijn we volgens mij. Volgens mij kunnen we hier naar buiten stappen. Welcome to the dungeon, Marine. Most unexciting place on Mars. I'm gonna need you to grab some armor and secure your pistol before I can pass you through security. Alright, give it to me. Okay, grab your gear. Now you're ready for combat. Let me do a radio test. Moeten we echt zo gaan mikken? Dit is niet oké. Okay. MarsSec radio check. Excellent. Good signal. Looks like you've been assigned the decommissioned comm facility. Just follow the main passage through the underground junction, then straight out. You'll have a quick evac. And what better way to see the Martian surface than to run across it? Okay, you're all set. Oh yeah, keep in mind, civilians are working down here. Don't get excited and shoot it. Nou, zorg nou maar dat ze overleven, hè? Het schieten gaat nog wel een dingetje worden, hoor. Hey, you're looking for a scientist. I'm not sure you want to find him. You see, never mind. Well, thanks, man. Hier kunnen we wat mee. Listen, Scotty, I've done this a million times. Maintenance guys not keep any of these machines running and I'm okay. Ja, dit bedoel ik. Wat ik zei, ze doen veel met belichting. En daardoor heeft het wel echt een goed creepy sfeertje. Is dit het? Ja, volgens mij wel. Hey, nice, you hear that new guy headed for the old comm center, right? You better hustle up, pal. If this passage doesn't go all the way there, you'll have a quick walk outside to the center's airlock. Hey, don't sweat it. Your suit's got plenty of oxygen. Alright, cool. Zijn we op Mars? Dat is maar een klein stukje. Maar toch? De gun voelt echt super awkward. En ik weet niet of het ermee te maken heeft dat ik veel te dicht bij die camera zit. Dat kan natuurlijk, want we zitten in een opnamestudio. En niet in de woonkamer zoals de meeste mensen het zullen spelen. We zitten toch veel meer op afstand van de camera, zou je zeggen. Maar het voelt gewoon een beetje Marine, een beetje Sergeant weird. Kelly, you need to double time it down there. Search your assigned area and haul your ass back to Mars City. Out. Maar ik zie me zo wel die game spelen op deze manier, hoor. Huh? No, please. You must let me get this communication out. They have to be warned while there is still time. I can't let... You don't know what I've seen. You can't possibly understand or comprehend. The devil is real. I know. I built his cage. I'm getting abnormal readings here. This is bad. God! I can't hold these levels. We're losing it!
Deze man gaat ook een demon worden. We hebben nu een laser op onze gun dus. Kijken. Daar gaat hij hoor. Ik ben alleen bang dat als het heel hectisch gaat worden, deze game echt moeilijker gaat zijn, man. Maar het zou ook kunnen. Ik weet niet of ze dat hebben gedaan. Dat ze de game natuurlijk makkelijker maken. Mikken gaat op zich nog verrassend goed. I say again, fall back to Marine HQ and await further orders. Ik verwacht dat het wat lastiger zou zijn. Hey, hey. Ik denk echt dat je dit moet gaan spelen met de Move Patroller. Dan is het gelijk een stuk toffer. Dan voelt dit namelijk ook een stuk realistischer. Blijf toch een beetje handelsen met de gun. Command HQ, this is Fire Team 2. Main power systems down, sunlight. Backup and light support systems only. We've got lots of civilian casualties. It's a mess. Command HQ, attempting to secure the area. Wow, dat zijn zijn hersenen. Die vloog echt uit zijn schedel. Kijk, maar kijk hoe die gun nu staat. Moet je hem helemaal die kant op halen? Weird toch? Ja, als je een beetje heen en weer doet, dan staat hij weer goed. Het voelt een beetje als een arcade game op deze manier. Ik weet niet, ik kan het niet anders beschrijven. Mijn gevoel is het wel makkelijker hoor. Oh, we gaan niet bezig de weg. All units, this is Command HQ. Report directly to Marine Headquarters and await further orders. Ja, door de brug dan. What the hell? Lastig op deze manier, man. De gun blijft maar al over de place gaan, namelijk. Daar staat hij weer een beetje recht. Ah, goed dan. Klopt, oké. Nu wel die deur door. Dat het zijn. Ja, kijk. Zou je graag willen helpen, man, maar mijn gun werkt niet mee. Het wijkt een beetje af naar links. Hier liggen armen. Good.
moet zeggen, Doom 3 leent zich echt fantastisch voor virtual reality, man. Ik had niet verwacht dat ik het zo cool zou vinden. Het is alleen jammer dat de controls niet helemaal mee willen werken. Want het ding is, ik heb Doom uit 2016, die reboot, die heb ik gespeeld. Ook in virtual reality. En dat vind ik echt een game die zich niet leent voor virtual reality. Het is te high-paced. Deze is daar echt perfect voor. Welke kant moeten we nou op? Ja, dit is het niet. Ik zou zeggen dat er hier iets is, toch? This is the audio log of Frank Delahue, engineering manager assigned to power production, dated October 18, 2145. The current operational status of the grid is 23% over nominal capacity. I've increased work shifts to 12 hours a day for all personnel to keep up with demand. The constant and increasing load from the Delta complex is causing havoc. We are going to start losing critical systems if we have to sustain these levels much longer. I request clearance to requisition parts from other departments in order to maintain our equipment. Okay, I don't know what is going on over at Delta, but I'm doing all I can down here. The constant demands are bad enough, but the rumors are making things a whole lot worse. And I gotta tell you, things don't get better soon. All hell is gonna break loose. Okay. L1 is gun. Gekke keuze, maar okay. It worked, I guess. Veel te snel dan ik doe. Ah! Zag je dat? Mijn handen lagen ineens onder in de kast. Gotcha, man. Oh, wow. Die had ik niet gezien. Ik moet gewoon om bochten heen gaan die links afslaan. Dan is er niks aan de hand met de gun. Van rechts komen, dan is het alweer een stuk lastiger. Check. De hele tijd, joh. Zo wordt het onspeelbaar natuurlijk, hè. Nu zit mijn gun daar. Jammer, man. Ik hoop dat het aan mijn setup ligt, want dit is niet te doen. Het is wel echt knap dat je 3 keer van zo dichtbij mist. Alsjeblieft overal naartoe gaan om spullen. Waar? ...42% health nog. Hierin? Nee. All units, this is Sergeant. Die zaklamp is ook wel heel vet, hoor.
Repeat, he has negative ID. Not for bandits. You don't have a clear path back to HQ. Stock up on ammo, establish a stronghold, keep him attacked. Well, bijna dood. Command HQ, this is Bravo team. We've got one man down and several wounded. We are incoming and need medical on station staff. Command HQ, this is Fire Team 2. Monorail traffic unable to secure safe transportation back to base. Over. Roger that, Fire Team 2. Fall back to the nearest station and set up a CTA. Out. Dit had ik nodig. We zijn weer oké. Don't mess with me, man. Units, this is Sergeant Kelly. Fall back to Marine HQ and await further orders. Oof. All remaining Marine units, this is Sergeant Kelly. I am unable to reach Mars City from my current position. Move to Marine HQ to regroup and await further orders. Hey, you! Up here! Quickly! Yeah, let's go. I thought I was the only one still alive. I can't believe I found you. Something happened. I don't know what. It was like a shockwave. It passed through the entire base. People started changing. It was crazy. I was working up here on the vent shafts. I don't know how I survived. Shotguns are all fat out, huh? Please. Be careful. I don't know what's in there. Yeah, me neither. Is it this? Ah, I'm a nix. Nu zie ik helemaal niets. Even de kleine pistool pakken, man. Ik denk dat we iets te snel door shotgun shell zijn gegaan. Hoe die hersenen er de hele tijd uitvliegen, man. Weird. Wel vet. Oeh, de machine gun. Die is dope. Let's get here. Oh, daar ging mijn gun weer. Command HQ, this is Specialist Wilson. My team is gone. They're all dead. I'm running blind. What are my orders? Over. Specialist Wilson, this is Sergeant Kelly. Stay sharp, son. Look to your last known RP and fortify your position. Nice! Op guns. Je moet gewoon zo gaan stoppen omdat het bijna onspeelbaar wordt, joh. Het liefst wil je deze bewaren natuurlijk voor krachtige enemies. Ik moet zeggen, het valt reuze mee met de jumpscares, man. Ik dacht dat die veel erger zouden zijn. Ja, hier laat een beetje te wensen over.
wat ik zeg, misschien doen ze dat om te schalen voor virtual reality, de moeilijkheidsgraad. Moeten we nog ver? Nou, we hebben nog genoeg help. Down! Gelukkig moet ik zeggen dat het heeft misschien natuurlijk met die snap turn te maken. Daar heb ik wel van geleerd dat je die altijd aan moet laten, ook al ziet het er gewoon wat minder uit. Maar ik word nog niet misselijk. Daar was ik wel echt heel erg bang voor. First person games waarbij je moet lopen en schieten en er veel dingen om je heen gebeuren. Toch wel redelijk gauw misselijk. Marine, I can't believe you're still alive. I'm unable to return to Mars City. All passages out of the Delta complex have been blocked. I'm setting up a command post here. I can monitor status reports of the entire base from Delta Central Authority and communicate with other Marine teams. It's your mission to link up with Bravo Team and get that transmission sent. Head toward Alpha Labs. It's the fastest way to find them. I'll update your PDA security clearance from here. Good job and good luck. Yes, dankjewel Sergeant Kelly. Cool! Ik denk dat dit hem is, jongens. Ik denk dat dit hem is. Het eerste level in Doom 3 VR voor de PlayStation 4. Ik doe heel even die headset daarvoor. Ik heb ervan genoten. Ik vind het boven verwachting echt goed werken. Dus dat is zeker een dik pluspunt. Ik had eigenlijk heel even van tevoren moeten kijken hoe duur Doom VR is. Laat mij even kijken. Want ja, dan is het wat makkelijker zeggen natuurlijk of het de moeite waard is. Het werkt in ieder geval uitstekend met de PlayStation VR. Ik word niet misselijk. De game leent zich ontzettend goed voor virtual reality, zoals ik al zei. Doom 3 is 2 tientjes. Doom 3 VR Edition, 2 tientjes. Ja, daarvan durf ik wel te zeggen dat het de moeite waard is. Zeker wanneer je nog nooit nog nooit Doom 3 hebt gespeeld. Nog nooit een Doom hebt gespeeld. Dat is natuurlijk een beetje overdreven. Maar wanneer je nog nooit Doom 3 hebt gespeeld. Je krijgt gewoon een volwaardige game. VR leent zich er dus goed voor. En ja, ik moet zeggen, ik ben positief verrast. Ik ga dit zeker nog verder spelen. Maar dan heel even kijken vanuit de woonkamer of het wat beter werkt met de gun. Want daar had ik nog wel aardig wat problemen mee. Ik gebruik natuurlijk een DualShock 4 controller. Kijk, en hier zie je mijn handen al in beeld verschijnen. Ik gebruik een DualShock 4 controller. Dat zou gewoon prima moeten werken natuurlijk. Dat deed het niet helemaal. Move controllers. Ik neem aan, het is een aanname, dat die hierbij ook werken. Het zou namelijk veel verklaren van hoe de handen werken in deze game. Tja, Doom VR. Laat weten wat je ervan vond hieronder in de comments. En mocht je dit nou een tof video vinden, laat dan even dat duimpje omhoog achter. En vergeet niet te abonneren. Ben je heel erg dankbaar. Later!